Oh, ik krijg een berichtje, zie ik, van Ilse. Oh, die is te laat. Dat is vervelend, zeg. Nou ja, even wachten nog. Sorry, ja, het was zo druk op de weg. En ik stond in de file. Ja, jeetje, was er maar iets wat dit nou zou kunnen voorkomen. Nou, goed dat je er bent. Dat is precies waar we het over willen gaan hebben vandaag. Leuk dat je vandaag weer kijkt. We willen in deze nieuwe koffiebreak met jullie praten over Dynamic Visit Planning. Mijn naam is Joost Janssens. En mijn naam is Ilse Moret. Pak een bak koffie of thee erbij en laat je even kort bijpraten. Inderdaad, want wist jij, Joost, bijvoorbeeld dat bijna 2/3 van de bedrijven onvoldoende kan controleren of bijvoorbeeld schappenplannen en aanbiedingen goed worden nageleefd? Zo, dat is een behoorlijk aandeel. En dat is ook precies de reden waarom we met een aantal toonaangevende bedrijven Dynamic Visit Planning hebben ontwikkeld. Dat klopt, want wat is het nou en wat betekent het voor jouw bedrijf? En het belangrijkste is dan natuurlijk om het in actie te zien. Dus laten we even een kijkje nemen. In de Sales Cockpit heb je direct toegang tot alle belangrijke informatie om je dag te beginnen. Geplande bezoeken zijn geoptimaliseerd op basis van interne en externe factoren zoals locatie, verwachte verkeersdrukte, bezoeksduur, openingstijden en de locatie van de vertegenwoordiger. De gekleurde icoontjes op de kaart geven contextuele informatie over geplande bezoeken en nabijgelegen winkels. In dit geval ziet de vertegenwoordiger een winkel die hij recent heeft overgenomen van een collega. Deze had al bezocht moeten worden, dus hij voegt hem direct toe aan de lijst. Klanten hebben verschillende behoeftes en bedrijven moeten daar snel op kunnen reageren door op de juiste klanten te focussen. Na een gesprek met een klant wil je bijvoorbeeld zeker zijn dat een bepaalde winkel vandaag nog bezocht wordt. De vertegenwoordiger kan de winkel eenvoudig opzoeken en het extra bezoek direct inplannen. Met de nieuw toegevoegde bezoeken wordt de route met één klik opnieuw geoptimaliseerd. Met SAP Sales Cloud Dynamic Visit Planning kun je op een uniforme manier elk type bezoek plannen. Het gebruikt interne en externe factoren om snel te kunnen inspelen op veranderende situaties. Hierdoor kun je je richten op de juiste klanten en relaties verder uitbouwen. Oh, dat ziet er goed uit. Ja, inderdaad, hè. Ja. Ja, en dit lost in één keer de twee belangrijkste problemen op waar veel bedrijven tegenaan lopen. Waar stuur je je medewerkers naartoe en hoe zorg je dat ze zo min mogelijk in de file staan? Ja, en als eerste use case hebben we nu dus de winkelbezoeken gezien. Dat is duidelijk een link naar de Perfect Store, maar de oplossing is zo ontworpen dat hij op termijn ook voor andere scenario's in te zetten is. Het is dus zeker niet alleen relevant voor leveranciers van consumentengoederen of levensmiddelen. Ja, dat is een goede toevoeging. En ik denk ook een goede afsluiting. We hopen dat jullie nu een goede indruk hebben van Dynamic Visit Planning. En laat ons zeker even weten wat jullie ervan vonden door deze QR-code te scannen en je feedback achter te laten. Nou ja, ik weet in ieder geval zeker dat ik voor de volgende coffee break op tijd zal zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!